Ik zit in een stadspark van Vietnams tweede stad, Ho Chi Minh City, het voormalige Saigon. Tegenover me wordt hard gewerkt aan het tweede McDonald's filiaal in Vietnam. De eerste McDonald's opende dit voorjaar en was een groot succes. Om me heen zitten Vietnamese jongeren. Ze maken grapjes over de berichten die ze lezen op hun smartphone. Deze jonge Vietnamezen passen perfect in het straatbeeld van een grote Zuidoost-Aziatische metropool. Bangkok, Singapore of Jakarta. Toch is hier wat anders aan de hand. Het socialistisch kapitalisme, afgekeken van grote buur China, stagneert. Na decennia van explosieve groei kan je Vietnam al een paar jaar geen Aziatische tijger meer noemen. Tegelijk houdt de communistische partij alle politieke hervormingen tegen. Sterker nog, de laatste twee jaar zijn er meer dan 100 dissidenten achter tralies verdwenen. Als je met een dissident wilt praten, kan dat alleen in een hotelkamer. Het voelt als het Oostblok uit de vorige eeuw. Doong Phan Chi is journalist. Hij schrijft voor Vietnamese sites in exile, zoals Ten Viet, de Vietnam-service van de BBC. Doong heeft wel een verklaring voor de economische terugval van Vietnam. De partij moet iets doen aan de economische situatie, die het resultaat is van 10 jaar corruptie. Ik denk dat we binnen 4 jaar een economische crisis hebben. Deze crisis zal leiden tot sociale onrust en dat leidt tot een politieke crisis. Volgens mij komt er binnen 4 jaar een einde aan het politieke systeem in dit land. Doong is een uitgemergelde man van eind 40 die de ene sigaret met de andere opsteekt. Maar hij is niet zomaar een dissident. In zijn jonge jaren was hij een officier in het Vietnamese leger en daarna werkte hij jaren als onderzoeker voor de geheime dienst. De belangrijkste groep die ik moest onderzoeken waren de dissidenten. Ik kon me toen niet voorstellen dat ik ooit zelf een dissident zou zijn. Ik zag hoe de overheid jarenlang niet in staat was de dissidenten onder controle te houden. Ze worden gearresteerd en in de gevangenis gestopt. Als ze uit de gevangenis komen, zijn ze extra gemotiveerd om hun strijd tegen het regime voor te zetten. Daarom zei ik dat we met de dissidenten moesten praten. Ik heb dat voorgesteld aan mijn superieuren bij de geheime dienst en op het ministerie. Maar helaas wilden ze niet luisteren. In plaats daarvan werd ik gezien als ongedisciplineerd en ik werd gestraft. Voor Doong was deze ontkenning van de realiteit en zijn daarop volgende gevangenisstraf reden om eind 2013 uit de communistische partij te stappen. Ik had een sterk geloof in de partij, maar de partij is niet trouw aan de mensen. In de partij zitten belangengroepen en alles is erop gericht die belangengroepen op hun wenken te bedienen. Daardoor ben ik van mening veranderd en heb ik de partij verlaten. Door de partij te verlaten, keer ik terug naar de mensen. Sinds Doong de communistische partij de rug heeft toegekeerd, wordt hij als staatsgevaarlijk gezien. Vooral omdat hij op internet kritische verhalen publiceert. In front of my house. Er staan altijd minstens 3 agenten in burger rond mijn huis. En als ik ergens naartoe ga, word ik door 2 van hen gevolgd. En we weten dat mijn telefoon wordt afgeluisterd en mijn computer en e-mails worden getapt. Zelfs in mijn huis moet ik zachtjes praten. De meeste dissidenten komen uit het zuiden van Vietnam. Ooit een onafhankelijk land, wat door het communistische noorden werd veroverd tijdens de Vietnamoorlog in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Maar ook in het noorden broeit het. Vooral in de hoofdstad Hanoi, het centrum van de communistische macht. Ik sta op het balkon van mijn hotel in Hanoi, een van de tientallen smal gebouwde hotels hier. Er wordt hier smal en hoog gebouwd omdat je belasting wordt berekend op basis van de breedte van je voorgevel en in veel mindere mate de hoogte van het gebouw. Waar de zuidelijke stad Ho Chi Minh City inwisselbaar is voor elke andere Aziatische metropool, heeft Hanoi een speciale sfeer. Een soort kruising tussen China en Zuid-Frankrijk. Het is nog vroeg. Als je goed luistert, hoor je, door de speakers die overal hangen, de blijde boodschap van het communisme. Maar op straatniveau worden de stichtelijke woorden volledig overstemd door de duizenden scooters. En niemand die zich daar druk over maakt. Maar zoals ik al zei, het broeit in Vietnam. De communistische elite heeft zichzelf op een schandalige manier verrijkt en mede door deze corruptie dreigt het socialistisch kapitalisme vast te lopen.
Steeds vaker keren prominente communisten zich tegen de regering en de partij. Zhu Hao was staatssecretaris van onderwijs, maar heeft inmiddels de politiek verlaten. Hij is nog wel lid van de communistische partij, maar maakt zich boos over de lafhartige houding van de Vietnamese regering. De regering en de partij zijn in de war. Ze zijn bang voor de onvrede die er is. Eigenlijk hebben ze maar twee opties. Naast de bevolking gaan staan en zorgen voor meer democratie, of doorgaan met de onderdrukking en geen democratiseringsproces starten. Als ze voor de tweede optie kiezen, gaat dit systeem nog sneller ten onder. Maar ik denk dat ze wel voor onderdrukking kiezen. De nu 72-jarige Hao was een van de slimmerikken van het herenigde Vietnam en reisde de wereld rond voor zijn land. Maar blijkbaar was hij te slim, want zijn politieke rol is uitgespeeld. Hij probeert nu via maatschappelijke organisaties de democratisering te ondersteunen en vooral jongeren te helpen in hun strijd voor meer vrijheid. Mijn generatie heeft voor de overheid gewerkt, daarom begrijpen we het systeem. Maar als ik jonge mensen ontmoet, zie ik veel onvrede. Daarom moet het land het economische en politieke systeem veranderen. De machthebbers weten dit, maar ze proberen dit rammelende politieke systeem goed te praten, zodat ze aan de macht kunnen blijven. In een trendy coffeeshop voor de Nouveau Riche van Hanoi ontmoet ik een van die jonge mensen waar Hao over sprak. Ze heet Trang en werkt in de coffeeshop als part-time barista. Trang is 20 jaar oud en heeft een aanstekelijke glimlach. Een prettige afwisseling, want de Vietnamezen lopen vaak rond met een gezicht dat op oorlog staat. Een eigenschap van veel inwoners van communistische landen volgens mij. Maar Trang heeft ook een serieuze kant. Ze is student en schrijft kritische blogs op Facebook over de problemen van haar generatie. Ik heb onlangs geschreven over de rechtszaak tegen twee bloggers. Het gaat over de vrijheid van meningsuiting. Een andere blog ging over de vrijheid van beweging. Twee leden van het bloggersnetwerk van Vietnam mochten niet naar het buitenland, omdat hun blogs worden gezien als een bedreiging van de nationale veiligheid. Trang is lid van een groep studenten die het internet gebruikt om andere jongeren te informeren over de wantoestanden in Vietnam. Haar blogs worden hooguit door een paar duizend mensen gelezen. In een land met 90 miljoen inwoners, een druppel op de gloeiende plaat zou je zeggen. Toch is dit voor de autoriteiten al voldoende om haar in de gaten te houden. De politie bespioneert veel dissidenten in Vietnam. Dat is mij ook gebeurd. Ik wilde een petitie overhandigen aan de Zweedse ambassadeur. En toen probeerde de politie mij vast te houden in mijn eigen huis. En vorig jaar wilde ik naar een demonstratie en toen werd onze voordeur geblokkeerd. Ik ben toen via de achterdeur ontsnapt en heb de bus genomen naar de demonstratie. Ik had meegedaan aan een demonstratie voor vrijheid van meningsuiting. Toen heeft de politie met mijn ouders gesproken. Daarna mocht ik van mijn ouders Facebook niet meer gebruiken. Ook wilden ze mijn internetabonnement niet meer betalen. Maar ik bleef gewoon doorgaan met bloggen. Nu hebben mijn ouders zelf een Facebook-account. En ze lezen nu zelfs mijn blogs. Ook partijlid en voormalig staatssecretaris Chu Hao moet toegeven dat de onderdrukking en vervolging van dissidenten in Vietnam onverminderd doorgaat. Het is waar dat dissidenten worden vervolgd. Onlangs werd Vietnam lid van de Mensenrechtenraad van de VN. We dachten dat we daarmee meer vrijheid van meningsuiting zouden krijgen en dat dissidenten met rust zouden worden gelaten. Maar dat is niet gebeurd. Integendeel. Begin dit jaar werd Dong, de oud-medewerker van de geheime dienst en nu dissident, op weg naar het vliegveld tegengehouden door de politie. Hij zou naar Zwitserland vliegen om daar een toespraak te houden voor de VN-Mensenrechtenraad. Maar de politie nam zijn paspoort in beslag en hij kon de trip naar Zwitserland op zijn buik schrijven. Het interview met Dong is klaar en de kettingroker kan er eindelijk weer eentje opsteken. Nog één vraag dan. Is hij niet bang dat hij elk moment kan worden opgepakt en vastgezet? Ik ben bang. Nog steeds ben ik bang. Maar na mijn vrijlating heb ik veel vrienden erbij gekregen. Als ik weer word gearresteerd, zijn er veel mensen die mijn familie zullen helpen.
Dus ik kan met een gerust hart in de gevangenis zitten. So I feel okay in prison. In de koffieshop in Hanoi doet de goedlachse Trang veel luchtiger over een mogelijke gevangenisstraf. Maar haar analyse van Vietnam is daarom niet minder scherp. Ik ben bereid de gevangenis in te gaan. Als dat de prijs is voor vrijheid, dan ben ik bereid die te betalen. Een maatschappij waar iedereen bang is om de problemen te benoemen, is een maatschappij die niet kan bestaan.